Zo, daar zijn we weer. Vandaag doe ik een kleine unboxing van de Google Nexus 5, 32 gig, kleurtje wit, ook bekend als de Stormtrooper look. Hier hebben we hem, de doos. Nou ja, niet zoveel bijzonders hè, in de doos. Het is gemaakt door LG. Hier zie je dan een klein beetje een reliefje van de 5. Hier kan je zien dat het een witte model Nexus 5 is. De dozen zijn bijna hetzelfde hè, van de Nexus 7. Dan krijg je als je goed kijkt een 7 te zien en hier moet je dan een 5 jezelf kunnen voorstellen. De achterkant van de doos, leuk, Nexus 5 erop, Bluetooth. En hier kan je ook zien dat het een witte model is. Wat staat er nog meer? Even op het stickertje. Je kan zien dat het hier om de LG D821 model gaat. Dat is het Europese model. Wit 32 gig. Het verschil tussen de D820 en de 821 model is dat LTE niet in Europa werkt met de D820. Dus houd daar rekening mee. Als je zeg maar een 820 model hebt, de D820, dat is eigenlijk alleen maar voor Amerika bedoeld. En hier in Nederland heb je dus de Europese model nodig, de D821. Nou, nu gaan we de doos even openmaken. Leuk. Nou ja, een witte doos. Staat voor de rest niet zoveel op. Ja, hier een klein logootje van Google. Trekken we hem zo open. En dan komt de Nexus 5 tevoorschijn. Nou ja, dit is het toestel. Even kijken wat er nog in de doos zit. Dat is niet zo bijzonder. Een paar boekjes zitten erin. USB-kabeltje, USB-lader. Ja, wat zit er nog meer in? Ja, een SIM-tray unlocker. Nou ja, leuk. Dat is ongeveer de toestand wat in alle telefoons zit. Dus laten we de doos maar weer opzij leggen. Nou, laten we de telefoon maar bekijken. De Nexus 5 is er al voor een tijdje nu. Dus ik denk de meeste specs die kennen jullie wel. Ik loop alleen eventjes heel snel door de telefoon opties heen. Het is Nexus. Zit erin gedrukt. Gemaakt door LG. De 8 megapixel camera met een LED flash. Even kijken of jullie het kunnen zien. De 2 speaker grillen waarvan 1 werkende is. Dus het is geen stereo speaker. Een USB aansluiting, dat zit hier ook. En dit is een speaker en dit is een speaker. Nou ja, laat me het zeggen, de grill. 1 is een microfoon en 1 is een echte speaker. En als ik hem zo houd, dan is volgens mij deze de speaker en dit is een microfoon. Dus houden jullie daar rekening mee. De meesten zullen het al weten natuurlijk. Hier hebben we de volume knoppen. Hard en zacht voor de volume. Bovenin vind je een koptelefoon aansluiting. De normale standaard 3,5 inch. Koptelefoon aansluiting en dan hebben we hier nog, ik weet niet of jullie het kunnen zien, hier zit een microfoon noise killer als het goed is. De voorkant van de Nexus hebben we hier een camera, front facing camera. Ik geloof dat het een 1.3 megapixel camera is. De speaker grill, bij de witte model is hij in het wit en bij het zwarte model is hij in het zwart. En dan hier zit een sensor, geloof ik, een proximity sensor. Dan hebben we hier aan de onderkant, ik weet niet of jullie kunnen zien, maar dit puntje hier, dat is de LED notificatieverlichting. En dan aan deze kant vinden we een aan- en uitknopje. Die zit dan hier. En hier zit de SIM-tray. Ik weet niet of jullie hem kunnen zien, maar dat is wat te zien toch. We gaan hem even aanslingeren, de Nexus. Ik heb deze zeg maar voor een zacht prijsje op de kop kunnen tikken. Ik ga het screen protectortje niet eraf halen. Dit is een
Dit wordt een cadeautje voor iemand voor kerst, dus we laten de protector gewoon erop. Ik start hem even op. De Nexus start op. Nou, zoals je ziet start hij heel erg snel op. Laten we eens even kijken wat er allemaal in zit. Nou, de geluidjes komen tevoorschijn. Nou, er staat nog niet zoveel op, maar het beeld Full HD, 1080p, 445 ppi'tjes als ik het zo goed heb. En dat resulteert in een heel scherp, fijn beeld. Laten we eens even kijken wat hij nog meer heeft hier. Helderheid heb ik niet eens op full staan. Dus kan je nagaan hoe scherp, hoe helder het beeld is. Het staat niet op full. Laten we even kijken welke versie erop draait. Over telefoon de Android versie 4.4.2. Ik heb er voor de rest zelf niks aan gedaan, dus misschien dat er nog een update beschikbaar is. Maar ja, dat ziet de nieuwe eigenaar vanzelf. Ja, hiermee beëindig ik mijn snelle unboxing van de Google Nexus 5 32 gig in kleur wit. Ook bekend als de Stormtrooper. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Dan gaan we een uitgebreide review doen van de Google Nexus 32 gig. Waarschijnlijk in de kleur wit weer of zwart. Ik heb er nog een paar onderweg, dus jullie zien het vanzelf. Tot de volgende keer.